Welkom allemaal bij deze voorlichtingsavond over autisme. Deze voorlichtingsavonden worden normaal gesproken gewoon als fysieke open, ja, hoe noem je dat? Bijeenkomsten georganiseerd door Rivierduin en Stichting Lumen. De voorlichtingen worden mede mogelijk gemaakt door gemeentes uit de regio's Holland-Rijnland. Dus dat zijn de regio's Alphen aan de Rijn, Leiden en de Duin-en-Bollenstreek. Vanavond zouden we het eigenlijk hebben over autisme en relaties. Maar omdat deze webinar iets een aangepaste variant is, gaat het nu over autisme bij volwassenen, maar er is wel, ligt wel een nadruk op autisme en relaties. Het informatieve gedeelte wordt gedaan door Leontien de Vries en haar collega Annabel Ways. Ja. En ervaringsdeskundige van vanavond is Maarten Bakker. En zijn zus heeft haar ook uitgenodigd om een stukje te vertellen. Nou ja, ik wil je in ieder geval een fijne avond wensen. Vooraf nog wat praktische mededelingen. Het is dus een webinar. Zet zoveel mogelijk je geluid uit als je niet aan het praten bent. In het menutje aan de rechterkant zie je een handje naast je naam. Wil je iets zeggen? Kan je daarop klikken, dan wordt hij blauw. Als je er weer op klikt, gaat hij weer naar beneden. Als je iets wil zeggen, kan je ook gewoon in de chat een opmerking plaatsen of zeggen: ik wil iets zeggen. Ga niet een hele discussie voeren in de chat, want de presentatoren kunnen dat niet helemaal volgen. Ik en Lonneke zullen wel de chat in ieder geval in de gaten houden, maar probeer dat zoveel mogelijk praktisch te houden. Ook als je technische problemen hebt, zet ze even in de chat. Ik denk dat we dan kunnen beginnen. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Maarten Bakker. Ik woon in het centrum van Leiden. En ik ben 26 jaar. En ik werk op dit moment ook bij Lumen. Ik ben vormgever en ja, een soort ICT-helpdesk. Dus ik help met de webinars. En daarnaast maak ik de posters, de flyers en andere content voor Lumen. En daarnaast vind ik het ook wel hartstikke leuk dat mijn zusje wil aanhaken. Dus dat, ik zou gewoon Laura zeggen. En dat zij ook wat vertelt. Dus misschien is het wel handig dat jij je ook even voorstelt, Laura. Ja, helemaal goed. En ik vind het heel leuk dat ik hiervoor uitgenodigd ben. Nou, zusje vind ik inderdaad een beetje een vervelend woord, omdat we niet zoveel jaar schelen, anderhalf jaar. Dus... Maar vooral gewoon Laura. Nou, ik ben 24 jaar. Ik heb gestudeerd in Utrecht. En daar heb ik eigenlijk tot voor kort gewoond. Maar daar moest ik mijn kamer uit. Dus nu woon ik bij mijn vriend in Kuik in Brabant. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog. En ik werk nu in speciaal voortgezet onderwijs. Tijdelijk als intern begeleider. En dat betekent eigenlijk dat ik een ondersteunende en coördinerende rol heb buiten de klas. Dus ik doe eigenlijk alles wat de leerkracht niet kan doen. Nou ja, en ook gesprekken voeren met leerlingen en gesprekken met alle betrokkenen. Ik werk op een school met leerlingen die psychiatrische problematiek hebben. Dus dat is van alles van autisme tot ADHD tot angst tot depressies. Dus het is heel breed. En ik heb het heel erg naar mijn zin. En verder, nou ja, in mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om... te lezen, te wandelen, spelletje te doen of met vriendinnen af te spreken. Nou, dat is nu een beetje lastig in coronatijd, maar en verder vind ik het heel erg leuk. Dat is eigenlijk een beetje mijn grootste hobby om te bakken. Dan vind ik het heel leuk om taart te bakken. Dus zodra iemand jarig is, dan doe ik dat met plezier. Een echte aanrader. Dank je wel. Nou, dat was het eigenlijk wel, denk ik. Even goed, denk ik, om erbij te zeggen. Maarten, je hebt zelf autisme en Laura. Jij vertelt ook een klein stukje over hoe dat nu en eigenlijk vroeger was. Jantien, wil jij nog starten met hoe de avond verder vorm gaat hebben? Misschien ja, het is misschien goed om even nog een vraagje van mij. Want dat deed Jan altijd, dus dat vraag ik dan even aan jou, Stefanie. Wordt er ook nog gekeken naar evaluatie aan het einde van de avond?
Ja, aan het einde van de avond wordt er gevraagd aan iedereen, aan de deelnemers, om een evaluatie in te vullen. Dat is gewoon anoniem, maar daarmee kunnen wij in ieder geval zien wat jullie van de avond vonden. En uit welke gemeente jullie kwamen, want dat vindt de gemeente fijn om te weten. Oké, dus dan gaan we, als ik het al goed begrepen heb, dan gaat eerst Maarten wat vertellen over zichzelf als de ervaringsdeskundige zijn ervaring met autisme. Ik neem aan dat Laura dan invoegt om ook iets te vertellen over haar relatie als zus van iemand die autisme heeft. En dan, als dat stukje voorbij is, dan ga ik vertellen het algemene verhaaltje over psycho-educatie over autisme bij volwassenen. Samen met Mel. En als dat afgelopen is, dan is er de mogelijkheid om dat te vertellen. Zover dat kan, hè, in deze webinar. En als dat klaar is, dan is het de vraag of iedereen nog even zo vriendelijk wil zijn om de evaluatie voor mij te stellen. Zodat wij inderdaad wat feedback hebben. Ja. Mogen of mensen tussendoor vragen stellen aan iedereen? Of hebben jullie zoiets van, hou dat maar voor achteraf? Tuurlijk mag dat. Ja. Ik denk wel dat het sowieso handig is om na Maarten zijn vragen wat ruimte te laten voor al wat vragen dan. Want we zien toch wel vaak thuis avond dat er al antwoorden zijn. Ja. Nou, succes. Dank je wel. Moet ik beginnen? Jij zou starten, toch? Oké. Maar moet jij een vraag stellen? Want... Laura zou starten, toch? Met haar... Oh ja. Doetje? Ja. Wil je dat doen? Ik had even anders begrepen. Ik dacht dat Maarten zou starten, maar... wat is nu precies de bedoeling? Ja, je had een stukje geschreven, die zou je voorlezen. Oké. Oh ja, dat wist ik even niet. Dus dat is gewoon wat ik had geschreven. Oké. Ga ik dat voorlezen? Nou. Nou, mij is gevraagd om een stuk te schrijven over Maarten. En nou ja, wie kan dat dan beter schrijven dan iemand die samen met hem opgroeide, zijn zus? Nou ja, of Maarten zou zeggen zusje. En daar had ik altijd zo'n hekel aan. Omdat, nou ja, goed, we zijn schelen maar 1,5 jaar. En dan voelde ik me heel klein. Nou, ik ben ook niet heel groot, maar daar gaat het ook niet om. Nou, en laatst hadden Maarten en ik toevallig een gesprek over hoe we terugkijken op vroeger. En ondanks dat we samen opgroeiden, hebben we dit zeker niet hetzelfde ervaren. Maar waar we het zeker over eens kunnen zijn, is dat we het altijd goed met elkaar hebben kunnen vinden. En eigenlijk hadden we nooit ruzie, nou, in tegenstelling tot veel vriendinnen van mij en met hun broers en zussen. En Maarten hield eigenlijk ook helemaal niet van ruzie maken. En wanneer ik dan zin had in een flinke discussie, werd ik al snel afgekapt of kreeg ik maar gelijk, zodat hij er snel vanaf was. Nou, dat was natuurlijk geen lol aan, maar ik moest het maar mee doen. We hebben gedurende ons opgroeien samen veel met elkaar ondernomen en meegemaakt. En toen bijvoorbeeld onze ouders een week op vakantie gingen en wij het huis voor ons alleen hadden, hebben we het er zeker van genomen. Nou, heel veel Chinees eten bestellen, een bak een Ben & Jerry's opeten, omdat een halve bak toch niet genoeg leek. En een grote lunch bestellen om vervolgens ook nog eens een taartje als toetje te eten. Want ja, taartjes, daar hielden we wel van. Ook gingen we een keer samen het eten bij een Thais restaurant en vonden het toetje met een ja, speciaal soort ijs, pandan ijs, zo erg lekker dat we het gedurfd hebben om nog een bolletje te vragen. En ja, even later kregen we een mooi bolletje ijs in de coupe geserveerd. Nou, en qua eten zitten we aardig op één lijn, behalve dat hij geen karamel lust. Dat blijft dus wel erg bijzonder. Maarten heeft ook nog wel meer eigenaardigheden, iets waar ik me altijd wel een beetje om moet lachen. Zo kan hij spontaan vergeten dat het kerst is en voor een dichte deur van de supermarkt staan. En dan komt hij er pas achter dat dit niet het juiste moment is om boodschappen te gaan doen. Ook had hij een fase dat hij patat bakte in de ochtend. Wel uit de airfryer, maar toch wel een gek moment om dat te gaan eten. En die fase had hij wel met meerdere dingen. En daarbij moet gezegd worden dat hij eigenlijk altijd eerst zijn vlees op had om vervolgens de rest van zijn bord te eten. En alles was strikt gescheiden op zijn bord en dat mocht elkaar ook niet aanraken.
En wanneer iedereen nog voor de helft aan het eten bezig was, dan had hij zijn bord al leeg. Of bijna leeg, want dan zei onze moeder altijd dat nog half Biafra ervan kon eten. Ik heb nog steeds niet begrepen waar die uitdrukking vandaan komt. Maar Maarten is niet alleen goed in eten, hij kan ook heel goed overweg met computers. Dan stel ik hem een vraag en dan kan hij die zo beantwoorden. Of dan kom ik iets tegen waar ik hulp bij nodig heb en dan is het zo geregeld. Voor mij is het allemaal abracadabra, maar blijkbaar weet hij de juiste toverspreuk te vinden in deze weerwar van technologie. Soms doe ik zelfs niet eens de moeite, want ik weet dat ik het zo wel goed gaat komen. En wanneer ik toch besluit dat ik er meer over wil weten, dan haak ik toch maar snel af, omdat ik geen idee heb waar het over heeft. Gelukkig heeft iedereen zijn kwaliteiten, zou ik maar zeggen. Nou, ook was Maarten altijd heel erg zorgzaam voor mij. Dan kocht hij iets leuks voor me, waarvan hij dacht dat ik er blij mee zou zijn. En nu krijg ik nog steeds regelmatig een appje van hem over iets wat ik leuk of interessant vind. En dan vraagt hij of ik misschien iets wil hebben van bijvoorbeeld Blond Amsterdam, omdat ik het een heel leuk serviesmerk vind. Nou, vervolgens koopt hij dit voor mij en krijg ik het voor de volgende keer cadeau. En daar ben ik altijd heel blij mee. Ondanks dat het goed met elkaar kunnen vinden, verschillen we ook heel erg van elkaar. Maarten is heel vriendelijk, zorgzaam en een luisterend oor voor degene die dat nodig heeft. Ik ben sneller geïrriteerd, bij wat meer van me af en ben ook heel zelfstandig. En daarom kreeg ik vroeger wel eens het idee dat ik vergeten werd door onze ouders. Mijn broer heeft natuurlijk ook wel een extraatje erbij, namelijk autisme. Maar dat vond ik dan een reden om minder aandacht aan mij te besteden. Althans, dat vond ik vroeger. Als we het nu over hebben, dan kan Maarten gelukkig wel vertellen dat ik echt niet de enige was die merkte dat mijn ouders af en toe geen oog voor mij hadden. En dat begreep hij wel dat ik hier boos over kon zijn. Nou, mijn ouders dachten mede door meer inzicht te krijgen in autisme dat het goed idee was om een keer naar de Brusselse dag van de NVA te gaan, Nederlandse Vereniging Autisme. En hier kon ik met lotgenoten praten over hoe het is om een broer of zus met autisme te hebben. Nou, het waren echt de meest verschrikkelijke dagen van mijn leven. Want dat ik daar een woensdagmiddag voor had opgeofferd. Nou, zo moest ik vertellen wat mijn broer deed als hij boos was. Maar hij was nooit boos. Dus ik verzon in paniek maar iets, terwijl ik juist had moeten vertellen dat hij nooit boos werd. En ik voelde me daar eigenlijk helemaal niet thuis. Want eigenlijk was mijn broer heel normaal vergeleken met de rest, als ik het zo hoorde. Ik wist al hoe ik met mijn broer moest omgaan. De vraag was meer hoe je met mij moest omgaan. Maarten ging na het speciaal onderwijs naar de middelbare school om vervolgens zijn HAVO-diploma te halen. En wat was ik trots dat dit hem gelukt was. Met heel veel doorzettingsvermogen, een begeleidster, steun van mijn ouders en docenten en misschien ook wel af en toe wat wanhoop. Gelukkig hoefde hij het ook weer niet helemaal alleen te doen. Toch ontzettend knap dat hij dit heeft weten te bereiken, ondanks meerdere tegenslagen en een overstap naar een veel grotere middelbare school. Pas als je het van dichtbij meemaakt, weet je hoe een uitdaging het kan zijn om regulier onderwijs te doorlopen met een rugzakje. Of in zijn geval meer een backpack. Als ik terugkijk op deze tijd, dan was Maarten altijd met veel vrienden om zich heen. En nog steeds het geval. Hij onderneemt veel met zijn vrienden, van uitgaan tot lekker eten. Hij houdt echt van gezelligheid en past altijd goed binnen een groep. En ondanks dat het soms moeilijk is om de contacten te onderhouden, doet hij wel altijd zijn best. Het lukt niet altijd om direct te reageren op een berichtje, maar dan komt hij er wel op terug. Soms wacht ik mijn geduldig een week voordat ik een appje zie verschijnen. En soms komt er nooit een reactie. Of dan krijg ik last minute een verzoek om toch een half uur later af te spreken, terwijl ik al op de afgesproken plek ben. Kan ik soms wel kwaad aan worden, maar dan denk ik ook, ja, het hoort er gewoon bij. Niets nieuws onder de zon waar ik me druk om moet maken. En soms kan ik er ook wel om lachen dat ik er weer in getrapt ben. Nou, gelukkig proberen we gewoon vaak genoeg met elkaar af te spreken en iets te ondernemen. Het is wel wat moeilijker nu weer verder van elkaar vandaan wonen, maar dan besef je ook wel dat je de mooie dingen in het leven moet waarderen. En het maakt ook niet uit dat je elkaar wat minder vaak ziet, want het voelt toch dan alsof je elkaar regelmatig hebt gezien. We kunnen in ieder geval altijd ons verhaal bij elkaar kwijt, ondanks dat we niet continu in elkaars leven zijn. De band van broer en zus blijft speciaal en dat heb ik altijd zo ervaren. Dat zou ik nooit hebben willen missen. Dat was het. Nou, dank je wel. Ja, dank je wel, Laura, voor deze introductie. Ik denk dat dat echt al een heel goed beeld geeft eigenlijk van hoe jij jullie jeugd hebt ervaren. En ook, we gaan straks natuurlijk een stukje horen over autisme en allerlei symptomen en et cetera. Maar ik denk dat jouw verhaal heel goed laat zien hoe eigenlijk het heel erg verschilt per persoon en ook per familie hoe autisme een impact kan hebben, in ieder geval op relaties.
Ik denk, misschien kom ik straks even bij je terug met wat vragen, alleen je verhaal illustreert al best wel veel. Ik denk, Maarten, dat het handig is, zullen we naar de vragen doorgaan voor jou? Is goed. Dan pak ik het er even bij, dan zie ik jullie niet meer. Maar Maarten, Laura heeft net ook al een heleboel puntjes verteld over jullie jeugd, maar wat merk je nou eigenlijk zelf van je autisme in je dagelijks leven? Wat merk je het meest? Ja, op het moment vind ik het. Op het moment doe ik nog vrijwilligerswerk bij Lumen. En ondanks dat ik dat heel leuk vind, moet er toch wel op een gegeven moment een betaalde baan gevonden worden. En ik vind het gewoon heel lastig om een voorstelling te maken van bij nieuwe dingen. Dus ook bij een nieuwe baan, bij een nieuwe werkplek en hoe dan de collega's zijn en of het dan wel bij mij past. En ja, dus doordat ik het lastig vind om een voorstelling van dingen te maken, vind ik ook soms lastig nieuwe dingen aan te gaan. Ik zal later daar nog wat meer over zeggen. Mijn focus lag altijd op bij anderen, omdat ik zoiets had van, ja, ik heb autisme, dus er is iets mis met mij. Dus ik probeerde altijd zoveel mogelijk te focussen op anderen. Bij vlagen heb ik soms ook nog wel dat ik denk van, ja, waarom willen we met me omgaan? Omdat ik zoiets heb van, ja, ik kan me minder inleven, ik kan niet altijd een coherent verhaal vertellen. En ik vind het lastig om emoties onder woorden te brengen. Dus dat speelt eigenlijk nog wel in mijn achterhoofd. Vaak voel ik ook heel veel, maar kan ik er soms niet altijd betekenis aan geven. En dat is best wel frustrerend af en toe. Als het niet goed met me gaat, heb ik eerder de neiging om me terug te trekken dan dat ik dan hulp ga zoeken of naar vrienden toe ga. Daarnaast is dat wel het klassieke stuk dat ik gewoon heel veel moeite heb met overzicht en structuur behouden. Terwijl dat wel heel belangrijk is. Als ik geen overzicht meer over mijn huishouden heb, dan is het letterlijk en figuurlijk een chaos. En ook met mijn dag- en nachtritme heb ik gewoon structuur nodig, want anders gaat het helemaal in de war. En dan dus met COVID ook gewoon lastig om dat te behouden en vast te houden. En omdat er geen vaste afspraken meer zijn. Er komt een vraag van Marielle trouwens. Er wordt gevraagd hoe oud je was toen je de diagnose kreeg. Misschien is het sowieso wel handig, want sowieso zou je nog een stukje vertellen over je familie en thuis. Misschien kan je daar iets over vertellen. Ik zal eerst de vraag van Marielle beantwoorden. Ik was 4 jaar oud. Het was al vrij snel duidelijk dat ik wel anders was. Mijn ouders maakten me zorgen over dat ik niet met vrienden uit de buurt speelde. En ik vond het heel leuk om mezelf te verstoppen. Tot wanhoop van mijn ouders, want af en toe zat ik ook in de wastrommel. Dat vonden ze een heel goed idee. En ik heb ook nooit echt gekropen. Ik ging gewoon op mijn kont zitten en bracht mijn kont naar mijn benen toe en ik schoof gewoon over de vloer. En uiteindelijk op 4-jarige leeftijd ben ik gediagnosticeerd met autisme. En toen was het nog niet duidelijk wat mijn verbale en mentale capaciteiten waren. En kreeg ik een IQ van 89, dat werd gemeten. Uiteindelijk heb ik het niet zo heel slecht gedaan bij mijn HAVO-diploma met een IQ van 89. Dus het is uiteindelijk allemaal wel goed gekomen. En hoe was dat vroeger bij jou thuis? Je familie? Heb je goed contact, ook over relaties, heb je goed contact? Nou ja, we hebben net Laura al gehoord. Dat jullie aardig goed contact hebben. Klopt inderdaad. We hebben ook altijd
zoals Lau vertelde, gewoon koffie gedronken, ook al op jonge leeftijd. Nou ja, ik kom uit een warm gezin met liefhebbende ouders. Ik ben eigenlijk in mijn jeugd niks tekort gekomen. Sorry hoor, ik ben een beetje zenuwachtig, dus daarom haap ik af en toe. Ze hebben me eigenlijk altijd bijgestaan. Dus als ik fysiotherapie nodig had, omdat ik gewoon een beetje houtig liep, was dat geen probleem. En ook met articulatie heb ik daar ook gewoon hulp voor gekregen. En ja, ze hebben me eigenlijk gewoon altijd geaccepteerd hoe ik ben. En ook daarin gesteund. Ze hebben ook gewoon ook gezegd, zolang je maar gelukkig bent. Wat ik wel lastig vond, is het gekibbel tussen mijn ouders. Voor mijn gevoel vindt mijn vader het af en toe lastig om om te gaan met het autisme van mijn moeder. Waardoor hij af en toe wel geïrriteerd kan reageren. En en wat ik dan ook lastig vind, is dat mijn moeder dat dan soms heel ontwijkend in kan zijn. En daar in plaats van zegt wat het echt met haar doet, zegt ze meer van, ja, wat heb je dan toch tegen mij vandaag? In plaats van dat ze zegt van, hey, ik vind het eigenlijk wel moeilijk om te horen dat je zo reageert op mij. En als ik het dan daarover wil hebben van, nou ja, ik vind het gewoon lastig als jullie kibbelen, dan is het meestal van, ja, je opa en oma kibbelden ook. En dus daar heb ik dan een koud gedaan, zeg maar. En ik vind het wel lastig dat mijn ouders überhaupt wel moeite hebben met hun emoties tonen af en toe. Toen mijn jongste broer van mijn vader overleed, Paul, waren we in het ziekenhuis en ik zag dat hij emotioneel werd. En ik moest de kamer uit en dat vond ik wel gewoon heel pijnlijk, want ik zie gewoon niet zo heel veel emoties van mijn vader. En dat had ik soms wel graag gewild, want ik vind het nog steeds soms heel lastig om woorden te geven aan wat ik voel. En ja, dat is wel het enige wat ik echt gemist heb. En verder ben ik gewoon heel blij dat ik mijn ouders heb. En dat ze gewoon zo voor mij zijn. Goed om te horen. En het klinkt inderdaad alsof wat je over je moeder vertelt. jij zei dat je het af en toe lastig vond om om uit te spreken wat voor emoties je hebt. Nou ja, misschien zit dat een beetje in de familie. Ja, dat denk ik ook. En mijn familie deed ook wel mee met het autistisch gebeuren, hoor, af en toe. We hadden allemaal wel onze dingen, zoals als mijn vader het toilet had gedaan het prullenbak had gelegd, dan mocht er eerst een half uur niks inkomen, want anders was er wel voor niks geweest. Sorry. Ik ga even een stukje door, hoor, Maarten, want anders dan lopen we een beetje uit de tijd. Oh ja. Ik vroeg me nog wel af, hoe zit het? Want nou ja, je zus vertelde net al eigenlijk dat je heel veel vrienden hebt. En je zei zelf eigenlijk van, nou, ik vind het af en toe wel moeilijk om me uit te drukken. Of ik maak me zorgen om wat mensen van me vinden, maar ik voel wel heel veel. Hoe kijk jij er zelf tegenaan, tegen je vriendschappen? Als ik dan kijk wat echt aan het autisme gerelateerd is, dat ik soms nog steeds probeer te raden wat het juiste antwoord is, of wat diegene wil horen, in plaats van dat ik dan bedenk van, wat vind ik nou en wat voel ik? En maar je hebt wel een hoop vrienden, toch? Ja, dat zeker. Ik ben ook heel blij met mijn vrienden. Ik voel me ook zeker geaccepteerd. En Maarten, mag ik je wat vragen? Ja, tuurlijk. Heb je een grote vriendengroep? Of heb jij heel veel individuele vrienden of
op verschillende plekken? Ik heb... het is een beetje gecompliceerd, want het heeft zich een beetje afgesplitst, de vriendengroep. Ik heb... op het moment in coronatijd, wat we vooral nu doen, is gamen met z'n allen. En ook online bordspellen. Maar je hebt verschillende vriendengroepen toch? En verschillende individuele contacten. Dus ja, dat is... Het idee van dat mensen met autisme graag thuis zitten en zich moeilijk in groepen mengen, daar heb jij... daar ben jij wel een tegenvoorbeeld van. Ja, ik mis echt de cafeetjes en het gezellig bier drinken en de terrasjes. Gelukkig is er net een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Dus daar kijk ik wel best van uit. Nog even een laatste dingetje. Maar heb jij nog tips voor andere mensen? Want, je hebt een paar dingen verteld die je wel lastig vond, maar ook eigenlijk een aantal dingen. Die eigenlijk best heel goed gaan. Op relatie met je familie, met je vrienden. Sociaal leven. Heb je nog tips voor andere mensen? Je vertelde dat je een hele ontwikkeling hebt doorgemaakt. Ja, aanpassen is natuurlijk soms noodzakelijk. Ook mensen zonder autisme moeten zich aanpassen aan de situatie soms. Maar wat ik geleerd heb, dat aanpassen zorgt dat je vaker bij hoort. Maar om geaccepteerd te worden, moet je ook je ware kleuren laten zien. En ik heb op zich daar wel een heel leuk voorbeeld van. Bij de Albert Heijn was er een actie voor het gratis tweede drie gangen menu. En toen heb ik met een vriendin bij een restaurant aten we Marokkaanse stoofpot. En meestal... verbergen, ik fladder zeg maar. En meestal doe ik dat dan zo met mijn handen over elkaar. En tot mijn grote schrik deed die vriendin me na op een gegeven moment. Ik was gewoon van een stuk gebracht. En, maar ze deed het op een hartstikke leuke manier. En toen vertelde ik, eigenlijk doe ik normaal gesproken achter mijn nek zeg maar fladderen. En... dan voel je gewoon geaccepteerd hoe je bent en dat is soms heel lastig, maar dat zorgt er wel voor dat je meer bent dan dat je erbij hoort en mensen je gezellig vinden. En, mooie afsluiting denk ik toch? Of had je nog iets? Ja. En probeer te raden gaan wat je voelt en vindt. Als je tot het extreem aanpast, weet je op een gegeven moment niet meer of je doet omdat het hoort of omdat je het zelf vindt en voelt. En dat is iets waar ik nu tegenaan loop soms. Nou, dankjewel voor de tips. Ik denk dat we genoeg voedingsbodem hebben ook om verder te gaan naar de volgende presentatie. Heel erg bedankt voor jullie persoonlijke verhaal. En ik denk dat ik het woord dan geef aan Leontien. Dankjewel, Stefanie. Heel mooi verhaal inderdaad, Maarten. Wat jij vertelt, dat zien we niet altijd bij mensen waar wij aan geven. Maar het is wel heel herkenbaar van een aantal vrouwen. Zien. Aanpassingen. Ja, zeker. We zien steeds meer vrouwen die zeggen van dat aanpassen, dat is het gevoel van dat ik me eigenlijk constant aan het nadenken ben over wat ik nu in deze situatie moet zeggen. Daar zijn vrouwen met autisme ook goed in. Dus dat ik een vrouwelijk autist ben. Ik zeg altijd grappend van je bent gewoon een vrouwelijk autist. Dat is het gewoon. Dus dat is wel leuk dat je dat zegt. Ja. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen mannelijke en vrouwelijke kant. Ik ben een ster in inparkeren, dus ik heb ook een goede kant. Maar goed, we gaan nog even verder wat vertellen over de praktische kant, de theorie. De theorie, inderdaad, van het verhaal.
En dat gaat natuurlijk over het algemeen. Hè? Dus dat wil zeggen, wat jij hebt aangegeven, Maarten, dat geldt voor jou. En iedereen met autisme is individueel anders. Dus we doen nu een algemeen verhaal, dat past niet voor iedereen. Het is misschien soms wel leuk om ons maken te zien van aan. Of toevoegen van hé, dat herken ik wel goed. Ik zou proberen aan te haken. Ja, dat doen we. Jullie moeten wel even ietsjes dichter bij de microfoon, denk ik, zitten. Oké, we moeten op afstand van elkaar. Dus ja, wij moeten op anderhalve meter afstand. Maar, ik zal in ieder geval wat dichter buiten zitten. Kunnen jullie het zo goed verstaan? Ja. En Annabel zal iets over de vragen. We beginnen met de algemene vraag. Wat is autisme? En dan hebben we het over... de diagnose. Okay. Autisme spectrumstoornis. Dankjewel. autisme is een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. En dat wil zeggen, autisme is al in de aanleg aanwezig. En de hersenen van iemand met autisme functioneren echt anders dan de gemiddelde persoon. Bij jou, Maarten, heb je ook al aangegeven dat, dat het bij jou vanaf 4 jaar al gediagnosticeerd is. Ja, klopt. Maar dat laat wel zien hè, dat ook als mensen later gediagnosticeerd worden, moet er wel al bewijs zijn dat het in de jeugd al aanwezig is geweest. Ja, je wordt ermee geboren, hè? Ja, dat was zeker het geval. Ik had vertraagde spraak en taal achterstand en ook met het kruipen en zo. Nou, niet bij iedereen met autisme is dat dus al bij op 4-jarige leeftijd zo duidelijk. Maar wat wij wel zien is dat als het later gesteld wordt, dan zijn het ouders of andere familie die kunnen aangeven van ja, dat was eigenlijk vroeger ook al de klachten of dat er speciale symptomen waren. Ja. Autisme is dus een informatieverwerkingsstoornis. Daar gaan we straks ook nog verder op in. Maar in principe gaat het over informatie wordt anders verwerkt in de hersenen. Soms heeft dat te maken met dat letterlijker informatie wordt genomen. Of het vertraagd binnenkomt. Dat het gefragmenteerd binnenkomt. Dus in stukjes in plaats van in het geheel. En dat mensen hyper of hypogevoelig kunnen zijn. Informatie. Dus dat kunnen ook prikkels zijn. En dat wil zeggen dat die prikkels of die informatie dus in grote mate op mensen afstevend. Niet gefilterd of dat het helemaal niet binnenkomt. Dus dat iemand eigenlijk een beetje afgesloten is voor de informatie die over. Ja. De prevalentie van autisme. Nou, autisme komt. Autisme spectrumstoornissen zijn relatief veel voorkomend. Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking heeft een diagnose. En dat wil zeggen. Het volgende kader is dat dat van de mensen die dus een normale tot een hogere intelligentie hebben, dat 50% is. He, want vaak wordt ook gedacht bij autisme van, nou, dat zijn dan ook mensen die persoonlijke beperking hebben. Nou, dat is dus niet zo, want de helft van de mensen met een autisme-diagnose heeft een normale tot hoge intelligentie. En daar zit ook nog een stukje van mensen met hoge intelligentie, maar hoogbegaafdheid bij. Ja. De man-vrouw verhouding ligt ongeveer op 6-4, dus er zijn meer mannen dan vrouwen. Vrouwen zijn met een inhaalslag bezig, want in het verleden was het 1 op 4 volgens mij. Hè? Ja, dan waren de mannen in de grote meerderheid. En we zien nu eigenlijk toch wel dat we steeds beter kunnen diagnosticeren, ook op autisme bij vrouwen. Zag ik een vraag voorbij komen, maar hij ging zo snel dat ik hem niet helemaal af kon lezen. Is de man-vrouw verhouding zo omdat hij het bij vrouwen niet herkend wordt? Ja, dat klopt. Bij vrouwen wordt het minder snel herkend.
Maar het is eigenlijk ook wel een beetje zo... Ja, dat denken we, hè? Dat wel mee te maken heeft door eigenlijk wat we net heel erg kort benoemden, dat vrouwen neigen van nature wat meer op anderen gericht zijn, hè? Dus daardoor wat beter zich kunnen aanpassen, waardoor het ook vaak later of niet wordt herkend. Dat is een theorie, maar of dat echt de verklaring is, dat weten we eigenlijk niet. Het is niet bewezen. Nee. En we denken ook dat meisjes meer dan jongens al worden geleerd om socialer te zijn. Ja, en wat ook wel bekend is, of wat eventueel verklaring kan zijn, is dat meisjes vaak qua hobby's, qua interesses, wat meer veel voorkomende interesses hebben. Dus bijvoorbeeld paarden. Of, ja. Hè, en dat dat dan de intensiteit van die interesse, dat misschien ook kenmerkend is van het autisme, maar dat dat minder opvalt. Dus daardoor het minder gezien wordt. Dat kan een verklaring zijn. Dat was bij mij ook wel zo in de zin van dat mijn hobby's wat vreemder waren, zoals flessendopjes en edelstenen, zeg maar. Dat is om een voorbeeld te geven. Goed voorbeeld, ja. Ja, ik heb een meisje met autisme, een jonge vrouw met autisme die behandeld, die deed diddelmuis sparen, geloof ik. Dat was toen hartstikke hip. Dat deed iedereen. Maar zij was helemaal... Zij was echt heel autistisch. Ja, maar dat was niet heel opvallend. Ik spaarde ook diddels. En er zijn van die speciale grijze muizen. En die vond ik altijd bijzonder. Omdat die ook bijzonder waren. Zodat ik was ook gewoon dat die grijze muis die weinig voorkwam. Dus daarom spaarde ik die altijd. Ja, je herkende het. Ja, mooi. Je hebt toch echt wat gemist met dat middel. Ja, ik zou meegeven. Ga nog eens op. Plaatjes. Oké. Diddel is geweldig, schijnt. Oké, ja. Ik ga het op. De oorzaken gaan we dan even mee verder. Nou, we hebben dus al gezegd, hè, want het is vanaf de geboorte aanwezig. We denken bij autisme dat er ook echt wel erg veel factoren meespelen. Er is nog geen bepaald gen gevonden zodat we dat kunnen bewijzen. Maar we weten wel dat als er een kind met autisme is, is het ook sprake van dat een van de ouders of grootouders of wat meerdere familieleden ook hebben. Dat is dus, ja, dat komt dus wel gewoon veel voor. Ja, en dat er verschillende genen betrokken zijn. Ja, nu, ja. Dus het is niet echt, we kunnen nog niet zeggen van, nou, het ligt echt op dit gen of zo. Maar we denken wel dat het een bepaalde genencombinatie daar een deel van kan zijn. Uitleg waarom het zo is. Om bij de complicatie aan te haken, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar ik lag dus ook dwars en vast in bij de heup, zeg maar. Dus ik... We weten wel dat complicaties tijdens de zwangerschap of de geboorte iets kunnen veroorzaken. Maar op zich, een dwarsligging zou niet specifiek autisme moeten veroorzaken. Want er zijn genoeg geboortes waarbij kinderen een moeilijke gang door het geboortekanaal hebben afgebracht. Of dat geboortekanaal nooit helemaal doorgegaan zijn gegaan, dat ze uiteindelijk toch met een keizersnee geboren zijn. Maar in principe moet er dan wel echt sprake zijn geweest van zuurstofgebrek. En dat hebben de meeste kinderen niet. Of virusinfecties. En dus complicaties tijdens een zwangerschap kunnen wel meespelen. Maar er zijn ook heel veel gecompliceerde zwangerschappen / geboortes. Waardoor niet autisme ontstaat. Hoor. Dus dat is altijd moeilijk te stellen. Oké. Tot slot, nooit als gevolg van de opvoeding of vaccinatie. Ja, dat vinden wij hele belangrijke, want die blijven we heel vaak noemen. Want mensen denken toch nog dat het soms te maken heeft met een koude opvoeding of de warme opvoeding. Nou, de koelkastmoeder, ijskastmoeder, dus daarom is het zo belangrijk dat we nu weten dat je mee geboren wordt. Dat het niet te maken heeft met je opvoeding. Kijk, jij zegt bijvoorbeeld, Maarten, van nou ja, bij ons is het soms wel moeilijk om emoties, maar mijn ouders zijn ook ouders die emoties moeilijk laten zien. Nou, we weten nu dat er ook ouders zijn die emoties uitgebreid laten zien.
En die kunnen ook kinderen krijgen met autisme. Dus dat, hè, dat, is niet, dat is niet aan de ouders te wijten. Ja, ik wilde niet de kastmoeder bevestigen. Maar dacht ik, het was wel belangrijk voor mij. Ja. Vaccinatie, nou dat, er is ooit één onderzoek geweest wat iets gezegd heeft over vaccinatie dat het autisme zou veroorzaken. Dat onderzoek is, dat is teruggetrokken, dat is ook verklaard dat dat niet klopte. En toch, ergens is dat nepnieuws blijven hangen. En dat heeft nu hele volkstammen in Amerika veroorzaakt en ook in Nederland die dus denken dat vaccinaties autisme zouden kunnen veroorzaken, is absoluut niet waar. Dan krijgen we de psychologische verklaringsmodellen wat betreft het autisme. Er zijn drie verklaringsmodellen die we het meeste gebruiken. De eerste is de Theory of Mind. Die zegt eigenlijk van nou, mensen hebben met autisme hebben in een mindere mate bekwaamheid om de mentale toestand van iemand anders toe te schrijven aan zichzelf of anderen. Dit zorgt er dus voor dat mensen met autisme het moeilijker vinden om te bedenken, te bevatten wat er in het hoofd van een ander omgaat. Dat begint al heel jong. Ik leg het altijd uit heel simpel, maar dat is wel heel simpel genomen, dus dat is niet voor iedereen van toepassing, maar ik vind fijn, simpele voorbeelden altijd fijn werken. Als je een groep met kinderen hebt, en die krijgen allemaal een doosje, en één kind maakt het doosje open en daar zit een snoepje in, dan zullen de andere kinderen denken, ik krijg een snoepje. Maar een kind met autisme, die zou ook kunnen denken, ik krijg misschien een snoepje, maar misschien krijg ik wel heel iets anders. Misschien zit er wel iets bijzonders in het doosje, misschien zit er niks in. Misschien wordt het doosje zo wel afgenomen. Die denkt daar anders over. Die denkt ook niet automatisch aan waar al die andere kinderen naartoe denken. En nog een toevoeging over de Theory of Mind, dus het heeft voorstellingsvermogen ten opzichte van een ander. Om daar een voorstelling van te maken. Dus wat wordt er nou verwacht van mij in sociale situaties bijvoorbeeld? Ja, dan maak je toch een voorstelling van hoe dat dan gaat. Het heeft ook te maken met voorstelling kunnen maken van wat voel ik. Dat zijn emoties, maar ook van de toekomst. Van nou, hoe zal de volgende week eruit zien? En daar een beeld bij te vormen. Dat is ook wat jij net zei, Maarten, over van ik zou misschien een andere baan, daar kan ik me niet precies goed ja, een voorstelling van maken. Ja, dat herken ik dan ook inderdaad. Een, een soort coherent beeld bedenken. Bijvoorbeeld als we een avond met vrienden hebben gehad, om dan te bedenken, ja, was het nou wel of niet gezellig? Maar alle details en dingen die zijn gebeurd, om dat dan een soort samen te vatten en dan te bedenken van, was het een leuke avond voor diegene? Ja. Ik heb ook een keer een cliënt gehad, die had een collega die kreeg kanker. En die cliënte zei tegen mij, ja, ik heb er zo'n moeite mee. En toen zei ik van, ja, maar waar, hè, dat is een moeilijke vraag, maar waar heb je precies moeite mee? Ja, ik vind het zo erg. Toen zei ik, ja, maar wat vind je dan erg? Hè? Want toen ging ik eigenlijk met haar zoeken naar van, nou, vind je het dan erg dat het zo erg lijkt om ook kanker te krijgen? Of word je daar verdrietig van? Zei ze, nee, want dat weet ik niet hoe dat voelt. Maar ik vind het erg, omdat ik niet weet. Ik weet dat het erg is. Ik weet dat het voor diegene erg is. Maar ik weet niet hoe ik moet reageren. Mm. Nou, dat is een mooi voorbeeld van hoe ingewikkeld dat was voor haar. Want ze wist dus niet goed van, ze kon zich niet inleven in hoe het zou zijn om kanker te hebben. Wat helemaal niet gek is, want het is heel moeilijk om hierin te leven. Maar ze voelde wel aan, dit is echt heel naar. Dit is echt iets slechts. Dit is echt iets verschrikkelijks. Maar ik weet ook niet hoe ik erop moet reageren. Hoe ik diegene kan helpen. En dat maakt het nog ingewikkelder. Ja. Gaan we naar het volgende. Dat is een psychologisch verklaringmodel gebaseerd op de centrale coherentie. En die gaat over dat we eigenlijk ervan uitgaan dat we in ons hoofd, in ons brein, eigenlijk allemaal door situaties die we meemaken, allemaal
hoofdwegen aanleggen. Dus er zijn allerlei neurosystemen in onze hersenen. Hè, die prikkels die gaan van het ene systeem van de hersenen naar het andere systeem. En dat is soms een langdurig proces. En we zien eigenlijk dat vanaf jeugd af aan al die processen van landweggetjes naar hoofdwegen gaan. Dat we steeds meer hoofdwegen aanleggen in de hersenen om van het ene punt naar het andere punt en om beslissingen te maken of dingen samenhangend te brengen en actie te ondernemen of over dingen na te denken. En we zien eigenlijk bij mensen met autisme dat die hoofdwegen wat minder aanwezig zijn. Dus dat er meer landweggetjes overheen gegaan moeten worden om tot een beslissing te komen. Dat betekent dat mensen met centrale coherentie ook vaak veel meer mogelijkheden hebben om uit te kiezen, omdat zij veel anders nadenken over hoe ze dus een beslissing maken of op een reactie reageren, omdat ze die hoofdwegen niet hebben. Het zorgt er ook voor dat ze minder bevooroordeeld zijn. Dus er zit ook wel een voordeel aan. En best wel vaak ook uit de box denken, dat ze op alle andere associaties komen. Ook veel meer detailgericht zijn, dus andere dingen zien wat mensen zonder autisme niet opvallen. Een nadeel daarvan kan zijn als het soms te veel details zijn, dat het moeilijk is om daar een deel van te maken. En dat kan ook wel overkoepelen. Ja. Is dat iets wat jij herkent, Maarten? Ik kan me wel erin vinden in de zin van dat ik best wel gewoon opensta inderdaad voor andere mensen, dat ik dat ik daar niet inderdaad niet zo snel oordeel in heb. Dat is ook een mooi voorbeeld. Ja, dus dat is wel fijn dat je niet altijd met een bepaalde mening vooroordeel erin gaat. Ja. En tot slot krijgen we de executieve functies. En dat gaat over dat we eigenlijk weten uit onderzoek dat mensen met autisme specifiek iets meer moeite hebben met hun besturingssysteem van denkprocessen opstarten. Dat wil zeggen, wij hebben een bepaalde interne motor om onze plannen en onze doelgerichtheid om het probleem op te lossen, om dat in actie te gaan zetten. En we zien eigenlijk dat mensen met autisme iets meer moeite hebben om die motor op te starten. En op het moment dat die motor dan opgestart is, dan kan die weer moeilijk uit. Want dan ben je net lekker bezig. Herken je dat, Maarten? Dat herken ik ook nu wel, vooral met corona, omdat sommige mensen overdag werken en sommige ook 's avonds. En dus dat de hele dag mailtjes binnenkomen, dat eigenlijk de hele dag wat te doen is en ik heel veel voldoening haal uit het werk. Dus dat ik dan soms en de ochtend en de middag en de avond bezig ben en dan niet meer kan slapen, zeg maar. Dat is wel een nadeel van de corona, hè? Ja, wij zien dat mensen aan de ene kant, onze cliënten in ieder geval, zeggen van aan de ene kant is het wel fijn, want ik hoef niet zoveel. Het geeft ook wel een bepaalde rust of iets minder druk, maar ik ben ook wel heel veel structuur kwijt. Die structuur die ik ergens nodig heb om een stok achter de deur te hebben, om dingen te gaan doen, om in beweging te komen, die zijn zij op veel gebieden kwijt of die is iets minder duidelijk. Overheerst wel. Heel herkenbaar, ja. Ja. De structuurverlies, dat heeft wel vet. Omdat dat juist door de problemen met externe functies, dat het moeilijk is om dat zelf aan te brengen. Hè? Maar dat is sowieso ook voor ons, hè, zonder autisme, als er zo weinig eindpunten zijn in je dag of in een week, nu met corona, dat het gewoon heel lastig is. Zo, ik had de eerste week, ik was heel mijn routine, alles kwijt. Ja, ik werd helemaal gek, joh. En dan heb ik geen autisme, maar
vond het echt heel moeilijk. Dus dat ik kan me voorstellen dat iedereen daar nu wel moeite mee heeft. Ook mensen met autisme. Ja. Nou, hoofdkenmerken van het autisme zijn problemen met de sociale communicatie en interactie. Beperkte interesses en herhalend gedrag. Voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen is verstoord. En zintuiglijke prikkelverwerking is anders. En dat kan dus heel of juist weinig zijn. Als we het hebben over de sociale communicatie, nou ja, dan gaat het over weinig vrienden en kennissen hebben. Nou, ja, jij zegt zelf al, Maarten, van nou, dat is bij mij niet het geval. Ik heb uitgebreide vrienden op, en kennis op meerdere vlakken. Dat vind ik heel fijn, want dat kan heel belangrijk zijn om, om je prettig te voelen, om je gehoord te voelen. Ja. Wat wij zien is dat mensen met autisme wel degelijk vrienden hebben. En dat ze vrienden en sociale contacten ook wel degelijk belangrijk vinden. Maar dat het wel vaak veel energie kost. En dat het daarom voor veel mensen makkelijker te doen is om een paar vrienden of een vriendengroep. Of dat gaat ook nog wel. Of ik heb wel een cliënt die dan een hele grote vriendengroep heeft. Ja, dat is echt wel, ja. En mensen die ook zeggen van nou, ik wil zelf echt investeren. Dus ik ga zelf ook weer op zoek naar vrienden. Op bepaalde vlakken wil ik dat ook graag. Ik wil graag vrienden om een bepaalde hobby mee te delen. Ik wil vrienden om te gamen. Dat zien wij wel veel. Maar we zien ook wel dat het wel veel energie kost. En dat het dus meestal zo is, niet altijd, dat het dan een aantal vrienden zijn. Ja, ik herken dat in de zin dat ik soms, als het niet zo goed met me gaat, dat ik wel de focus heb op 1 of 2 personen. En... Maar dat, dat is toevallig vaak wel Stephanie, omdat we gewoon hele goede vrienden zijn en ze hebben ook heel goed begrijpt. Dus dat is gewoon heel fijn. Maar ja, soms is dat ook wel een beetje verstikkend inderdaad. En dat is, dat moet ik wel opletten dat de rest niet verwatert en dat ik niet te veel focus heb op haar. Ja, nou. Wat ik wel ook persoonlijk ook wel normaal vind, is als ik naar mezelf kijk, ook, is het ook wel normaal dat je niet bergen vrienden heel privé hebt. Want we krijgen steeds meer het idee dat netwerk is belangrijk en vooral met iedereen netwerken. Nou, netwerken is ook, kan ook wel belangrijk zijn, maar echt heel veel energie in iemand steken. Meestal heb je in je leven ook maar tijd voor een paar goede vrienden. En daarnaast komt misschien nog wat extra. En die, ja, dat is fijn als je die in ieder geval echt goed kan behouden. En als je dan nog tijd over hebt voor nog wat extra vrienden, is dat mooi. Ja. we zien ook dat mensen met autisme soms niet van druk te houden. Liever naar een rustig park dan naar een drukke kroeg. Graag dingen alleen doen. Dus ook wel graag van kind af aan soms al juist ook hobby's hebben die... Het zijn om dingen alleen te doen. Schriftelijke communicatie is soms beter dan mondelijke communicatie. Niet altijd. Ja? Ik wilde trouwens daar ook nog bij aanhaken. Vroeger kon ik wel heel goed alleen zijn en ook alleen spelen. Maar dat ben ik nu een soort beetje verleerd. Dus dat is ook voor mij nog op dit moment een zoektocht. Oké. Letterlijk nemen van taal zien we veel. Dat mensen zeggen van, nou, ik vat soms die grapjes niet zo goed, want ik neem letterlijk wat die mensen zeggen. Moeite met het inschatten van grapjes en moeite met koetjes en kalfjes gesprekken. Nou, dat is ook wel begrijpelijk, want koetjes en kalfjes gesprekken is altijd erg algemeen. En gaat over niks. En dan is het best wel lastig om... daar invulling aan te geven. Mag ik daar ook heel even op aanhaken? Ja hoor. Ik hoop niet dat jullie het geluid op de achtergrond hadden. Oh, chips, ik heb nu 2 verder gedaan. Alleen, ik wil er nog wel even op aanhaken. Ik heb, nou ja, Maarten zei het al, ik ben ook een vriendin van Maarten, maar ik heb ook een aantal andere vrienden met autisme. En wat ik vaak merk is dat mensen eigenlijk wel vrienden hebben, alleen het hele
koetjes en kalfjes verhaal ook van nou, kijk hoe leuk mijn leven is, kijk hoeveel vriendengroepen ik heb. Het is natuurlijk ook maatschappelijk best wel een ding nu om, in ieder geval dat merk ik in ieder geval in mijn leeftijd, om heel erg te laten zien hoe sociaal leven je hebt en al je avonden vol te plannen. Ik heb ook het idee dat de mensen die ik ken met autisme niet zo, of dat niet doen, of niet zo'n behoefte hebben of niet weten hoe dat allemaal in de etalage te zetten, zeg maar. Ja, klopt. En ook dat eigenlijk wel heel ingewikkeld allemaal vinden. Want mensen hebben dan ook vaak echt zoiets van, ja, maar daar heb ik toch niks aan. Om het over dingen te hebben. Ja. Maar dat is bij Maarten ook wel zo. Als wat jij vertelde, je hebt eigenlijk heel veel vrienden. Alleen sommige andere mensen zijn gewoon heel goed in vertellen hoe ze het hebben. En dan lijkt het soms alsof mensen echt de hele dag alleen maar allerlei interessante dingen doen. Terwijl ze misschien iets beter zijn in doen, alsof ze het heel druk hebben of dat gewoon belangrijker vinden. Of soms het belangrijker vinden om een interessant leven te hebben, om dan even rustig op de bank te zitten. Misschien heb je daar wel een mooi voorbeeld aan van een kwaliteit van mensen met autisme, is dat ze heel eerlijk zijn. Ja, dus zeggen hoe het ervoor staat en hoe ze niet het mooier maken dan het is. Ik vind trouwens in een etalage zetten wel goede beeldspraak, want dat vind ik later wel soms wel lastig om dat gewoon te showen en te laten zien inderdaad. Dat ik eigenlijk gewoon wel heel veel vrienden heb en om dat dan zo te zeggen, daarover te hebben. Ik mis die vraag steeds hoor. Vroeg of ze ook iets persoonlijks mag vertellen. Ja, tuurlijk mag dat. Kan hoor. Ja hoor. Ja, ik las even snel dat je ook twee vrienden had met een hoog IQ. En dat je ook wel dingen herkende. Zal ik het even voorlezen? Ja, graag. Morna zegt, allemaal herkenbaar. Ik heb maar twee echte vrienden. Heb een IQ van 143. Wordt niet begrepen en drukte maakt me erg moe. Had ik als kind al. Nu gediagnosticeerd. Hierdoor in een burn-out. Heb liever intelligente gesprekken. Kan geen relatie ingaan of onderhouden. Ja, nou, wij zien best wel heel veel mensen met zeer hoge intelligentie. Wij zien dat de hersenen van die mensen soms toch echt wel heel veel dat het juist moeilijker is om sociaal-emotioneel te groeien. En dat die intelligentie wel heel hoog is. Maar dat ze wel degelijk autistische kenmerken hebben. Wat dat betreft kan het denk ik ook, wat ik vaak ook om me heen zie, is dat mensen bijvoorbeeld die goed met computers zijn of die een beta-studie doen of zo, die lopen naar mijn idee wat minder tegen de lamp. Omdat het daar veel gewoner is eigenlijk om heel veel gesprekken te hebben, of over een hobby, of over je werk. Dus dat is denk ik wel een verschil tussen mannen en vrouwen. In ieder geval met een hoge intelligentie, dat als je in een bepaalde, nou ja, scene terechtkomt, een bepaalde vriendengroep, dat echt wel heel veel kan schelen of je heel veel klachten hebt of niet, en ook het soort contact. Want praten in een kroeg of bij een studentenvereniging is natuurlijk heel anders eigenlijk. Ja. Dan als je met elkaar een bordspel aan het doen bent, zoals Maarten eigenlijk ook. Ja, en als je je bevindt in een omgeving waarbij intellectueel praten veel normaler is, hè, dan zal het ook, hè, misschien zelfs wel norm, dan zal het ook niet minder abnormaal zijn als jij zoiets hebt van, nou ja, weet je, het nou niet te hebben over wat Rutte voor kleurpak aan had. Ik wil gewoon even over mijn wiskundige probleem praten of iets dergelijks. En dat is ook denk ik het belang dat een omgeving goed past bij een persoon en in dit geval ook wel bij het autisme. In hoeverre iemand inderdaad echt last van heeft, dat inderdaad klachten er ook aanwezig zijn. Ja, en we zien wel over het algemeen bij jongeren, dat op dit moment jongeren met een hbo-studie, niet allemaal natuurlijk, maar dat een hbo-studie en een mbo-studie wat moeilijker zijn dan mensen die naar de universiteit gaan. Want een of andere reden is dat voor mensen met autisme toch wat duidelijker. Er is veel aanvoer van informatie die ze prettig vinden om binnen te krijgen te werken.
Ik las nog iets, maar dat kon ik niet aflezen. Hè? Ik zal het even voorlezen. Anne Marije zegt, 80% van de hoogbegaafden is ook hooggevoelig. Hooggevoeligheid heeft veel overeenkomst met autisme. Maar het grootste verschil ligt op het sociaal-emotioneel vlak. Wordt in ieder geval autisme niet met hooggevoeligheid verward? Wat vaak... Nou ja, ik zou het niet willen. Dat is niet mijn doel in ieder geval om het te verwarren. Laat ik het zo zeggen. Ik kan geen cijfers noemen op dit moment. Ik zeg alleen dat wij wel zien dat wij veel cliënten hier ook krijgen die hoogbegaafd zijn. Of hoge intelligentie hebben. Maar we hebben ook heel veel cliënten met gewoon gemiddelde intelligentie. Of normaal. En dus hoeveel procent dat precies is, dat zal geen 80% zijn. Dat zal wel een stuk, dat zal wel lager liggen, denk ik. Er is absoluut wel veel overlap tussen hooggevoeligheid en autisme. Die is er zeker. En inderdaad, het verschil zit er meer in het sociale stukje. Ja, het is al van bij half negen inderdaad. Okay. We gaan nog even door. En dan knallen we hem er even door. beperkte interesses en herhalend gedrag. Hebben we het ook al een beetje over gehad. Moeite om met veranderingen of ongewachte gebeurtenissen om te gaan. Vaste patronen, gewoontes hebben. We zien dat mensen specifieke interesses hebben. Hebben we het net ook al wat over gehad. Schakelen tussen activiteiten kost meer tijd en energie. Dit kan, het schakelen kan soms wat tijd kosten, maar het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld iemand echt een gesprek wel een minuut of twee nodig heeft om te reageren. Lang over dingen na blijven denken. Cliënten kunnen echt wel, als wij iets inzetten, soms hebben we het van, nou, zeggen we tegen mensen zelf al van, nou, denk het maar rustig over na. Anders hebben we het de volgende week weer over. En met één ding tegelijk bezig zijn. Dat mensen echt zeggen van ja, het lukt me ook gewoon niet soms om met meerdere dingen tegelijk bezig te zijn. Ik wil graag één ding en dan richt ik me op één ding. Stef had nog een aanvulling op de universiteit. Verschil met universiteit is dat je vaak kan richten op een zeer specifiek onderwerp. Theorie op gericht. Minder interactie, stage, zelfreflectie en groepsgevoel. Ja. En het verschil tussen het mbo en het hbo zien we dat het hbo heel erg zelfsturend is. En het mbo iets meer, dat je iets meer sturing krijgt en iets meer praktisch gericht bent. En dat is, we zien dus dat, dat cliënten hier wel veel moeite hebben met die hbo-studie. Dat ze dan helemaal zelfsturend moeten zijn. Dat er wel redelijk veel van hen verwacht wordt. Maar ja, het hoeft niet altijd zo te zijn. Want jij hebt de HAVO heel goed doorstaan, toch, Marken? En daarna misschien... Heb je ook nog hbo gedaan of niet? Wel geprobeerd. Maar ik ben vastgelopen op theorie. De praktijk ging wel goed. Ja, ik vond het gewoon heel lastig om een structuur aan te brengen en er was gewoon minder begeleiding dan ik gewend was. En dat was gewoon een grote hobbel die ik niet kon nemen, uiteindelijk. Ja, nou, ik heb het hbo wel afgerond, maar ik vond dat een hbo-studie afgerond, maar ik vond ook vond het mbo-studie veel duidelijker dan een hbo-studie. Dat is mijn persoonlijke ervaring, maar ja, uiteindelijk vind ik dat, ik kan me voorstellen dat het voor mensen is, maar ook onduidelijk is. Zintuigelijke prikkelverwerking, nou, gevoeliger kunnen zijn, of juist minder gevoelig voor zien, horen, ruiken. Prikkels kunnen veel heftiger binnenkomen. En mensen met autisme zijn vaak sterk in details waarnemen, maar moeite met over. En ik vind het op zich wel een belangrijk punt, want vaak denken mensen, ja, het komt hard binnen, maar het kan echt wel zijn dat niemand vindt een sirene prettig klinken als het voorbij rijdt, maar dan kan het niet dat er wel heel groot van zijn, dat je echt wel van slag van kan raken. Hè? Als je ik denk dat je eigenlijk niet meer uit je handen komt. Dus meer dan niet prettig, hè? Het is wel echt iets En ondergevoeligheid vind ik ook belangrijk, want ik heb heel veel cliënten die zeggen, ja, ik voel eigenlijk te laat dat ik ziek ben. Ik merk het
lichamelijk signaal niet goed meer. En om daarop aan te haken, wat ik altijd had, als mensen boos werden, dan kon ik dat ook niet handelen. Dan kroop ik gewoon onder de bank, zeg maar. Dus dat ook ja. Harde geluid, zeg maar. Het verdragen van dat mensen boos waren. Ja. Nou, dan even een plaatje ter illustratie van iemand met autisme heeft dus al een redelijk vol hoofd. Nou, komen er nog wat puzzels, al die puzzelstukjes kosten al ruim, komt daar nog wat bij. Dan kan het dus escaleren van, hey, dit is te veel prikkels, dit is te veel voor mij. En dan is het even te veel en dan kruip je soms onder de bank. autisme heeft ook sterke kanten, daar hadden we het al even over. We zien dat mensen met autisme juist ook heel betrouwbaar, eerlijk in hun woorden kunnen zijn, nauwkeurig kunnen zijn. Goed kunnen systematiseren en goed kunnen analyseren. Soms ben ik echt heel blij met mijn klanten, want ze kunnen me echt heel goed helpen met analyseren van de situatie. Ze zijn rationeel, kunnen goed out of the box denken en grote verantwoordelijkheid. Nou, we hebben nog een paar slides, maar ik wil hiermee eindigen, want anders gaat het te lang duren. En ik vind het ook een mooi eindpunt. Okay. En dan nog de enquête niet vergeten. Ja. En als er nog vragen zijn, kan dat ook, hè? Ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken. Het is een heel duidelijk verhaal. En ik denk ook dat de verhalen allemaal super goed op elkaar aansloten. Ik kan jullie nu geen bedanken, want we zitten allemaal dankzij corona thuis. Maar als jullie even in ieder geval je e-mail even aan mij doorsturen, dan komt dat in ieder geval nog naar jullie toe. En inderdaad aan de mensen die deelnemen, de vraag of jullie de enquête even in willen. Nou, heel erg bedankt. Ja. Dat het mocht er zijn. Ja, was leuk. Ja, inderdaad. En nou ja, wij zijn natuurlijk benieuwd wat jullie ervan vinden en of er nog verbeterpunten zijn, of er nog vragen zijn. Anders is het... In principe kan je nu ook gewoon je microfoon weer aanzetten. Bijeenkomst. Kan je de opname uitzetten? Ja.